Er zijn nog steeds duizenden mensen in Oost-Europa die het zwaar hebben. Straks, als het kouder wordt en er sneeuw ligt, komen ze de deur vaak niet meer uit. Zonder een inkomen is een warme maaltijd niet vanzelfsprekend. Ik ben Agnes en ik ben al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de Dorcas Voedselactie. Al meer dan 25 jaar steken we samen de armen uit de mouwen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Ik sta hier voor de supermarkt, maar helaas kunnen we dit jaar niet de voedselactie doen zoals we dat gewend zijn. Maar we kunnen wel online geld inzamelen en daarmee blijft het doel hetzelfde. Van de opbrengst kopen we lokaal gezonde en verantwoorde voeding. De pakketten zullen we voor de winter nog bij de allerarmsten brengen. Daarnaast helpen we ze zoeken aan een baan, het starten van hun eigen bedrijf en geven we training. Zo hopen we een blijvende verandering te creëren, zodat onze hulp straks niet meer nodig is. Doe je mee? Ga naar de Dorcas website en doneer een voedselpakket.